K. Jij mag beginnen. Het probleem is, je dorst. Geen technisch proces nu. Ik ben een computer, jij programmeert mij. Jij moet zeggen wat ik moet doen om een slokje water van die fles te drinken. Klik op een knopje en pak de fles. Laag, naar rechts. Stop. Rechts. Naar voren. Naar boven. Links. Achter. Nee, wacht. Achter, klein beetje achter. Oké, stop. Voelde dat al een beetje aankomen? Ik ben een computer. Computers, die zijn vrouwelijk, die denken niet na. Nee, dat was heel fout. Mag ik niet zeggen. Computers denken niet na. Wij denken na van een computer. Wij zeggen aan een computer dat hij moet doen. Dat zijn jullie met mij aan toe. Dus begin opnieuw. Stap voor stap. Sequentieel eten, je moet aan alles denken. Strek je hand. Strek je linkerhand. Oké, okay. Even vriezen nu. Ik stop even. Heb je gezien? Gehoord, zij heeft aan alles gedacht nu. Goed, hè? Dat is goed, hè? Maar dat moet je met de sequentieel denken. Dat is belangrijk in een technisch proces, dat je aan alles denkt, aan elk stapje dat je denkt. Want als ik je hebt ook gezien, als het stapje mij niet bevalt, of ik begrijp het niet als computer, dan stop ik gewoon. Dan volg ik niet. Dus ik was hier. Wie neemt er even van haar over? Want ze heeft het fantastisch gedaan. En ik kon dus iemand anders laten doen. Ananas, jij maar. Dus, er zijn er te veel, ik te weinig hoor. Ananas, zeg het eens. Ananas, zeg ik al. Sorry. Linkerhand naar rechts. Naar rechts. Ja, linkerhand naar boven. Ik ben heel stevig vast. Ha, zie? Klein detail, belangrijk. Ja? Ja? Mag ik niet te stevig doen. Pak die heel stevig vast. Doe je mijn fles kapot. Huh? Nu? Tot waar? Ik ken op de fles. Stop het op één, je mond. Mijn t-shirt ben al net of waar. Stik in je mond. En stik het in je kind. En nu kan je weer drinken, hè? Wat moet ik nu doen? Stop. Nou, stop, waar stop? Programmeurs van mijn voeten gollen?